Hier laten we zien hoe je rolfondant moet maken. Een rolfondant maken is helemaal niet zo moeilijk. Je hebt er maar drie ingrediënten voor nodig: Crisco, poedersuiker en marshmallows. Allereerst vetten we een magnetronbestendige kom in met Crisco. Dat voorkomt dat het dadelijk begint te plakken. Daarin gaan de marshmallows. Voeg wat water toe. Dit schep je goed om. Zet de kom ongeveer 30 seconden in de magnetron op 900 watt. Dan beginnen de marshmallows te smelten en dan schep je ze goed om. Zijn ze nog niet helemaal gesmolten, zet hem dan nog heel eventjes terug. Zet het werkblad in met Crisco en verdeel 3/4 van de poedersuiker erover en stort dan het marshmallow mengsel erop. Dan bestrooi je ook de buitenkant en dan begin je het te rollen. Meng met ingevette handen de poedersuiker dan door de marshmallows. Eventueel voeg je nog wat kleurstof toe. Dan wikkel je het in huishoudfolie en dan bewaar je het in de koelkast.